Er zijn er al veel die het geprobeerd hebben en die het ook beweerd hebben dat ze gelijkwaardig alternatief in de aanbieding hadden voor Tesla en zijn verschillende models. Het is voorlopig altijd net niet gebleken. Maar daar zou nu wel eens verandering in kunnen komen met de komst van Polestar en deze Polestar 2. Want op papier is die Polestar 2 een evenwaardige sperringspartner aan de Model 3. Of dat in praktijk ook zo is, wel, dat gaan we eens aan Hans vragen. Deze test is verschenen in Autogids 1064, dat is deze hier. Mocht je die nu kwijt zijn, geen enkel probleem. Hij kan ook digitaal geconsulteerd worden en daarvoor moet je op autogids.be zijn. Ben je ook geïnteresseerd in een van onze andere tests? Dezelfde website. En nu over naar de Polestar 2. Polestar 2, het eerste wat mij daarnet opgevallen is, het is een nieuw merk, maar het lijkt toch wel heel hard op een Volvo. Ja, goed opgemerkt. Het is ook een Volvo. Oké. Okay. Ja. Okay. Enfin, Polestar is een zusteronderneming van Volvo, mm-hmm. Een dochteronderneming, het is een beetje tussen de twee. En het ontwerp van de Polestar 2 was een jaar of vijf geleden ook effectief bedoeld voor Volvo. Het zou de nieuwe S40 worden. Ah zo, oké. Okay. Ja. Maar ze hebben dan vervolgens beslist van we brengen geen S40, we brengen het onder het merk Polestar en het wordt een elektrische auto. Dus dat is dan eigenlijk een beetje de beweging die Citroën en DS gemaakt hebben om dan premium te gaan? Het verhaal is hetzelfde. Hè? Dus Citroën en DS zijn grotendeels dezelfde auto's, maar onder een andere merknaam. Hier is dat ook het geval. De enige vraag die je natuurlijk kan stellen, Volvo zit al een beetje in de hogere prijsklasse. Ah, ja, dat is dus, een beetje premium inderdaad. Persoonlijk vraag ik me wel af, waarom zou je dan nog de moeite doen om terug van nul te beginnen met een nieuw merk, als je eigenlijk al een merk hebt dat een heel hoog aanzien heeft? Ja, plus. Ja, nu dat je zegt inderdaad, ja, Polestar is nu wel... Wij weten dat het een tuner is van Volvo en uiteraard de kijkers van autogids.be ook. Maar voor de hoegemeente is dat eigenlijk niet echt een klinkende naam. Hè? Dus daar is toch wel inderdaad een vreemde keuze. Ja, ik denk voor het grote publiek zullen ze met de naam Polestar echt van nul moeten beginnen. En dat zal nog een aantal jaren duren, denk ik. Hier iedereen weet van ah ja, Polestar, Volvo, elektrisch. Het valt me op dat ondanks het feit dat het een sedan-silhouet is, dat hij eigenlijk vrij hoog van de grond staat. Ja. Hij is iets hoger dan je zou verwachten van een sedan, die meestal ongeveer tot hier komt, denk ik. Mm-hmm. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de batterijen die in de vloerplaat zitten. Ah, ja. En die de auto eigenlijk een paar centimeter verhogen. Ja. Naar styling toe, zeer Volvo. Wat mij ook opvalt, Hans, normaal gezien ja, zitten we hier achteraan met modeldingen. Is dat een optie om ze eraf te halen, om het stilistisch te houden? Of? Nee, dus er staat geen merknaam of modelnaam achteraan. De enige plekje waar je het ziet, is hier een sticker aan weerszijden op de voordeuren. Ah ja, oké. Okay. Polestar 2, Battery Electric Vehicle. En dan staat er ook de kilowattuur van de batterij, 78. En 300 kilowatt, dat is het vermogen van de twee motoren. Twee motoren? Ja. Alright. Okay. Opgeteld. Ja, Hans, de motor. Hans, je hebt gelogen. Daar straks op het stickertje heb je gezegd dat er twee motoren in zaten, maar... Leeg? Nee, ik heb niet gelogen. Er zit wel degelijk een motor, maar die zit echt heel diep. Zoals altijd bij elektromotoren, die zitten tussen de voorwielen. Oké. Okay. En achteraan, tussen de achterwielen, is het nog eens dezelfde motor. Dus je hebt tweemaal een motor van 150 kilowatt. Samen is dat 300 kilowatt, oftewel 408 pk. En dat zijn permanent synchrone motoren, neem ik aan? Ja, inderdaad. En door het feit dat er eentje op de vooras en op de achteras zit, is het ook... Vierwielaandrijving. Vierwielaandrijving en de auto bepaalt zelf. Soms is hij voorwiel aangedreven, soms eerder achterwiel aangedreven. De auto bepaalt het volledig zelf. En 408 pk, dat is al niet onaardig. Wat geeft dat dan aan prestaties? Hij gaat van 0 naar 100 in 4,7 seconden. Dus dat is snel, maar ik moet er wel bij zeggen, het is een redelijk zware auto, 2,2 ton. Oeh. Dat er natuurlijk een gigantisch batterijpakket onderaan zit. Volvo's zijn sowieso redelijk zwaar van structuur. Of op Volvo gebaseerde modellen in dit geval. Ja. Dus voilà, het is een zware auto en dat, hij presteert wel goed, want hij heeft veel vermogen natuurlijk, maar het heeft wel een tol op het verbruik en het rijbereik. Ja, over het verbruik gesproken, de batterijen die erin zitten, over hoeveel kilowattuur spreken we? 78 kilowattuur. Ja, dat is niet onaardig, dus dan heeft dat toch wel een zeker rijbereik, mag ik aannemen. Ja, in theorie is het meer dan 400. Mijn ervaring is dat het ongeveer een 350 is. 350. En over hoeveel verbruik spreken we dan ten opzichte van, per 100 kilometer? Ik heb 22,9 kilowattuur per 100 kilometer. Dat is absoluut niet weinig.
Nee, dat is eigenlijk redelijk veel voor een elektrische auto van dit formaat. Absoluut. Tesla doet het beter op dat vlak. Ja. Model 3. Je hebt net al gezegd dat Polestar bouwt op Volvo-fundamenten. En ja, dat zie je hier ook wel in het interieur. Hè? Ja, je ziet het aan veel dingen. Hè. Bijvoorbeeld het stuur, het ontwerp van het dashboard. Het is allemaal Volvo. Het is zoals in de XC40. Quasi identiek. Ja. Nou, quasi identiek. Ik moet wel zeggen, de tellerpartij, de digitale tellerpartij, lijkt mij qua layout wel nieuw. En ook dat infotainmentsysteem heb ik nog niet eerder gezien. Ja, inderdaad. Dus we hebben hetzelfde verticale scherm. Maar het is andere software en het is een primeur, want het is het eerste besturingssysteem voor auto's dat door Android gemaakt is. Ah, dus door Google. Oké. Ja. Ah, vandaar dus eigenlijk die Google Maps en Google Assistant en zo. Voilà, exact. Ja, gezien het door Android en Google gemaakt is, is het dan ook plusminus dezelfde bediening dan die we gewoon zijn van op onze telefoon? Ongeveer wel. Het werkt met icoontjes zoals we het kennen. Het is niet dat ze echt gewoon een telefoon vier keer zo groot hebben gemaakt en hem in je auto hebben geplakt. Ja. Ze hebben het systeem wel iets wat aangepast om het ook onderweg vlot te kunnen gebruiken. Maar het werkt wel goed. Je hebt grote knoppen. Het is eigenlijk redelijk intuïtief. En Google Maps is natuurlijk wel een meerwaarde, want er zit heel veel informatie in Google Maps die je niet vindt in klassieke navigatiesystemen, zoals de openingsuren van een winkel bijvoorbeeld. Ja, nu ja, mijn ervaring met Google Maps leert wel dat je altijd wifi of op zijn minst 4G nodig hebt. Is dat hier ook het geval? Het is zoals met je telefoon of tablet. Het werkt allemaal wel als je geen bereik hebt of geen netwerk geen dataverbinding, hebt. Ja. Maar veel functies zijn natuurlijk maar, werken maar op halve kracht zonder netwerkverbinding. Ja. Dus als ik het goed begrijp, het is niet primordiaal om een dataverbinding te hebben, maar het helpt wel. Ja. Okay. Je kan het gebruiken zonder dataverbinding. Ja. Oké. Op de instap naar hoofdruimte toe na. Maar het is wel een verrassend ruim, moet ik zeggen. Oh, dat valt goed mee. Hè? Ja? Het is ongeveer zo groot als in de XC40, denk ik. Natuurlijk is het iets dichter bij het dak met je hoofd. Ja. Maar als volwassenen is het perfect oké. Ik denk wel vier volwassenen, want ik zit hier wel met een gigantische middentunnel. Ja, die middentunnel zit daar omdat er batterijen zitten. Hè? De batterij zit in de middentunnel hier? En onder de zetels, voor en achteraan. In een neerliggende H dan eigenlijk. Zoiets, ja. Is naar de koffer kijken? Ja. Dus het lijkt een vierdeur, maar het is een vijfdeur. Ah, oké. Ja. Beetje Skoda Octavia. Ja, ongeveer. Ja. Dus dat maakt dat je wel een handige kofferopening hebt. Ja. Het is redelijk diep. Ja. Normaal voor een auto van dit formaat, denk ik. Ook hier weer Volvo verwijzingen, want dit is ook typisch Zweeds. Ja, dat kennen we van bij Volvo. Ja. Zo'n opbergschot. Hieronder zit ook nog een klein opbergvak. Hier zit nu een doek in. Ja. En ik zie dat er zelfs een spare battery pack is voorzien. Ja, dat zijn de batterijen. Ja. Oké. Valt mee van formaat, hè? Ja, dat is echt cool. Ja. Hij is heel zwaar, heb je dat net verteld. Maar we hebben nu al een tijdje gereden en ik moet toch zeggen dat ik naar rijdynamiek niet echt het indruk heb dat hij zo zwaar is. Nee, hij heeft natuurlijk veel vermogen. De batterijen liggen laag, dus het ligt wel netjes verdeeld, het gewicht. En in die zin verdoelt hij het wel goed. Maar je merkt het eigenlijk vooral aan de schokdemping. Dat is met die dubbele dempers, hè? Ja, dat je met dus dempers met dubbel oliekanaal, merk je wel dat je met 2,2 ton onderweg bent. Op korte oneffenheden voel je kedunk. Omdat die dempers eigenlijk net bedoeld zijn om iets stijver te staan of iets harder te staan, om meer evenwicht te hebben in de koets of... Ja, ze zijn gemaakt eigenlijk om een betere koetsweercontrole te hebben, zonder te veel comfort op te offeren. Ja. Maar als je met 2,2 ton zit, dan moet je altijd compromissen sluiten op vlak van comfort of op vlak van dynamiek. Maar je kan nooit in 2,2 ton wegen en heel comfortabel zijn en heel dynamisch zijn. Nee. Dat is met zo'n systeem niet mogelijk. Nee. Dan moet je naar luchtvering gaan. Ja. Ja, ik ga er wel van uit dat je die 400 pk die je gecombineerd hebt, dat je die niet altijd moet gebruiken om zo snel mogelijk op je bestemming te zijn. Nee, in normale omstandigheden gebruik je die niet. En dat is wel goed geregeld. Het gaspedaal heeft een lange slag. Dus je kan heel rustig rijden. En je moet het echt al een stuk dieper indrukken om die 408 pk te voelen. Ah, okay. Dus het is geen agressieve auto. Dat is wel fijn. Ja. En over dat gaspedaal gesproken.
Kan je er ook one pedal mee rijden? Ik bedoel dat je enkel met het gaspedaal remt en gas geeft. Kan dat hier? Ja, kan perfect. Je kan dat instellen hier via het scherm. En werkt het ook goed? Het werkt goed. Je hebt drie standen. Ik vond de middelste stand eigenlijk de beste. Als je de extremere stand neemt, dan remt dat echt wel zwaar af. Op het moment dat je het gaspedaal lost, en dat is, dan gaan ook de remlichten branden. Dat is voor medeweggebruikers soms ook wel verwarrend. En, voilà. Ja, Hans, het is mooi, maar ik ga ervan uit. Ja, het is elektrisch. We weten allemaal, elektrisch is een vrij duur verhaal, dus dat zal hier niet anders zijn. Ja, het is ongeveer dezelfde prijs als het Tesla Model 3. Dus op zich een logische prijszetting, maar natuurlijk, het gaat hier over 58.900 euro. Oeh. Ja. En daar komt nog eens 900 euro bij die je sowieso moet betalen. Ja. En dat zijn voorbereidings- en transportkosten. Voorbereidings- en transportkosten voor 900 euro? Ja. Waarom zo'n hoog bedrag? Ja, natuurlijk, de auto wordt in China gemaakt. Dus transportkosten vanuit China, ik veronderstel dat die 900 euro voor een groot stuk daar is. De boot eigenlijk. De boot, ja. Ja. Dus alle Polestars komen doffies uit China? Ja, allemaal in China gebouwd. Binnen die prijs, dus we zitten al bijna 60.000 euro, moeten er dan nog opties bij, of hoe zit het daarmee? Het valt redelijk goed mee. Okay. Zo goed als alles is eigenlijk standaard. Ik denk de kleur, de zetelbekleding en dan nog een paar kleine details. Kan je kiezen. Meer optioneel kan bij. Ja. En dan is er ook, en dan zie je hier, de gele remzadels. Ja, die Brembo-dingen. Daarom herken je het, die heeft een performance pakket. Okay. Dat kost 6.600 euro, dacht ik. En wat zit daar dan in? Dat zijn grotere wielen van 20 duim, remmen van Brembo, dus sterkere remmen, schokdempers met een dubbel oliekanaal en gele gordels. Die, gele gordels. die performance is dan niet zoals bij Tesla en bij de models, dat die sneller zijn en bijvoorbeeld ook meer verbruiken? Het heeft dus geen invloed op batterij of motor, het is puur aan de randaccessoire. Ja, maar en ook aan het verbruik dan niks? Gewoon natuurlijk, grotere en bredere wielen, dat verbruikt altijd iets meer. Standaard heeft hij 19 duim en dat scheelt toch enkele procenten normaal gezien. Ja, oké. Okay. Oh. Kort samengevat, Hans. Polestar 2. Is het nu effectief een meerwaarde op de markt van vandaag? Goh, ik vind het zeker en vast een veelbelovend eerste model of tweede model, want er was al de Polestar 1 in beperkte oplagen. Je merkt, het is een nieuw merk, maar ze kunnen natuurlijk wel zich beroepen op de expertise van Volvo. En dat voel je wel in het interieur, de manier van rijden. Het is eigenlijk veel sportiever dan we van Volvo zelfs gewend zijn. Okay. De bediening, het is een aangename plek om in te vertoeven. Het is een product dat zo goed als af is eigenlijk. Maar, ik hoor precies een maar. Hoort je hem? Ik hoor hem. Ik vind... Allee, elektrische auto, er wordt altijd gezegd, elektrische auto is groen. Maar er zijn toch ook gradaties van stroomverbruik. En dat heeft toch ook wel eens een tol op gebruiksgemak en ook op de ecologische voetafdruk. Mm. Ik vind dat deze toch wel iets te veel verbruikt. Mm. Dus, toen ik in mijn inleiding zei, het is een sperringspartner voor de Model 3. Als ik mag concluderen, uit die maar is het net niet dan. Ja, een goede sperringspartner, maar... zeker en vast niet het trapje erboven, dat we misschien verwacht hadden op voorhand. Ja. Bedankt Hans voor je deskundige uitleg. Jullie bedankt voor het kijken. En wil je nu meer zien van ons? Check dan gewoon het Autogids YouTube-kanaal. Tot de volgende!